Mijn stelling voor de bloemist is dat de bloemist en de kleinere kweker met het aparte assortiment elkaar nodig hebben om te kunnen overleven. Ik weet uit ervaring dat al jarenlang kwekers heel graag dicht richting de handel komen. En nu zitten er heel veel partijen tussen. Groothandelaren en exportbedrijven. En ze willen het liefst rechtstreeks communiceren met de bloemist. Kleine kwekers zijn moeilijk in staat om zelf goed te communiceren en om hun bedrijf te profileren. Dus wat ze van oorsprong doen is 's ochtends en 's avonds de bloemen en de planten naar de veiling brengen. En dan wordt het gewoon vermarkt en gaat het gewoon het systeem in. En er is voor de rest helemaal geen contact met de handelaar. En ook ze hebben vaak geen weet waar het ook heen gaat, de producten. Je hebt al platforms in de vorm van de IFN. Er staat er ook hier eentje, Bloemco-op. En er zijn veel meer platformen die linken de kweker aan de bloemist. En doen er gewoon zaken via het platform. Er vallen gewoon heel veel bloemisten af. En er gaan nog veel meer bloemisten gaan er afvallen. Dus het kaf wordt wel gescheiden van het koren. Maar de echte ondernemer, de echte groeibloemist, die zal uiteindelijk boven komen drijven. En die zal slim gaan inkopen en zich ook proberen te onderscheiden ten opzichte van het geweld wat bij de supermarkt plaatsvindt. Het gaat uiteindelijk gewoon veranderen. De markt verandert het. Alleen ja, ik zou als bloemist het niet af willen wachten tot het mij overkomt. Ik zou wel graag een beetje het heft in handen willen hebben. Nou, ik zou de bloemist als advies willen geven dat hij kijkt hoe hij zich kan verenigen om inkoopkracht te creëren met meerdere bloemisten. En dat hij zich aansluit bij een platform die hem garandeert dat hij echt daadwerkelijk kan zien welke producten te koop zijn bij de bijzondere kweker, het aparte assortiment. Want dat is het assortiment waar een supermarkt niet aan kan komen.